dat de studio 2 binnenstappen. Daar heb ik een luchtig gesprek gevoerd met Hannah Lorraine, die een bijzonder nummer heeft uitgebracht. Waarom zeg ik bijzonder? Wel, dat gaat ze je zelf vertellen. Ik kan je wel erbij vertellen dat deze geweldige mevrouw een grote inspiratie kan zijn voor velen die met liefdesproblemen zitten. Gaan jullie maar zelf luisteren naar haar verhaal. In studio 2, Hannah Lorraine. Wie is Hannah Lorraine? Goedendag, luisteraars, kijkers. Ik ben Hannah Lorraine en ik ben hier om mijn nieuwe song te promoten samen met mijn promotor FabianPromarman.com. Ik heb een nummer opgenomen, het heet Goodbye You Hello Him. Eigenlijk zegt de titel het al, Goodbye You Hello Him. En ik bedoel daarmee dat ik een fase wil afsluiten in mijn leven. Dat geldt ook eigenlijk voor andere mensen die in zulke situaties hebben gezeten. Dan praat ik over de relatieve sfeer. Ik sluit een fase af. En ik sta open voor een nieuwe fase. Dat is die him. Ik wil niet zeggen dat die him al in zicht is, maar ik sta open voor een mooie, positieve fase in mijn leven. Dat wil ik niet zeggen. Het liedje is een soul die opgenomen is jaren geleden door Soul Vendetta Miss Betty Wright. Die heeft het liedje opgenomen. En ik heb het gehoord toen ik een jaar of 15 was. Ik zong toen al, je deed mee aan festivals. Het is altijd blijven hangen in mijn hoofd. Dear Mr. Look So Good. Speaking of papers, this paper is to inform you. I'm gone. Me and the French. Since you seem to be taking your good time getting out, I left your dog, it's two of y'all now. Your clothes, my brother's wearing. All the ones I didn't burn up or rip up, I wrote this song for you. Now let me hear you sing this one in the shower. Your kisses were more potent than wine. You could just look at me and do a thing to my mind. Wie ben ik zelf? Een paar jaar geleden in een situatie terechtgekomen waardoor die woorden weer tot me doordrongen en ik het gevoel had van ik wil hier iets mee doen. Dus ik heb het liedje opgenomen samen met Ernesto van Daal. Het was een oude soulplaat, dus we moesten in een nieuw jasje plaatsen. Mijn dochter en mijn schoonzus hebben geholpen met een moderne beat. Met die beat ben ik naar Ernesto van Daal gegaan. Die hebben gevraagd, kan je me alsjeblieft helpen hier een compositie van te maken, een mooi arrangement. Hij heeft hem met open armen ontvangen. Ik ben zeer dankbaar en erkentelijk daarvoor. En hij heeft een mooie compositie ervan gemaakt. En het is een nieuw jasje. Het is leuk. Het is romantisch toch wel. Want het is een beetje zwoel. Een beetje kizomba. Ik maak die beweging erbij omdat ik probeer een liedje te gaan. Maar het heeft wel een diepgaand verhaal. Van dit is het geweest. Ik heb het gevoeld. Ik ben erin blijven hangen, in het verdriet, een aantal jaren. Maar dit is het. Ik moet verder met mijn leven. Want ook ik verdien een kans. Ook ik verdien een kans om opnieuw liefde te leren kennen. En daar gaat het liedje over. Dit liedje mensen inspireert om te kunnen blijven geloven in liefde vooral. En blijven geloven in het leven, in nieuwe kansen. Ook ik was echt, als ik het in Suriname zeg, soemoe.
En ik heb op het punt gestaan van, ja, wat heeft het voor zin? Ik heb al mijn ziel en zaligheid gegeven hiervoor, in deze relatie. Huwelijk, kind, samen zijn, reizen, alles. Je maatje, je body waar je mee praat. Je verstaat elkaar zonder woorden, je kijkt naar elkaar. Je deelt zoveel samen, dat verwacht je niet. Soms verwacht men het wel, soms weet je het, want je hebt dan struggles. Maar wanneer je niet verwacht, wanneer je het aanziet komen, het hakt er heel diep in. Dus in dat geval, dan wil je begrijpen waarom die mensen het doen. Maar ik vind het triest dat die mensen het doen. Want, nou, wat je zegt, dat mensen zich van hun leven beroven, dat ze het niet meer zien zitten. Dat vind ik jammer, want helaas doen heel veel jonge mensen het. Ze hebben geen alternatief meer. Ze denken van, dit is het, ik ga nooit meer de liefde kennen. Maar het is er. En heb ik niet de liefde dat ik nu, ik heb zing wel Hello Him, maar ik heb de liefde voor mezelf gevonden. Ik heb gevonden, ontdekt dat ik het waard ben om door te gaan en een nieuwe kans te krijgen op een nieuwe liefde. Maar het heeft wel even geduurd. It's not the you I love. Het lied sluimerde, maar het is meer mijn support. Je support system is belangrijk. Je familie, je vrienden. Ik heb een nieuwe job gekregen, gelukkig, kort na de breuk. Waardoor je nieuwe mensen leert kennen. Je gaat nieuwe uitdagingen aan. Dus je wordt een beetje afgeleid van het verdriet. Maar het blijft diep in je zitten. Mensen zeggen je, ach, ga door man. Er zijn nog, weet je, die persoon is al doorgegaan. Dus waarom blijf jij zitten erin? Jij alleen bepaalt, jij alleen weet wat je voelt. Dus ook als er mensen zoveel tegen je van, hallo Lozani, no, is geen liefde is niet, hallo Lozani. Het is diep, het is je hart, het is, weet je, en dan besef je wat het is. Ik ben eruit gekomen, moet ik zeggen, door de kracht. Ik heb door de kracht van lieve Heer, ik ben echt geloven, ik ben een christen, ik heb gospel is ook my nature, wat ik ook heel graag zing. En dus bidden, hij komt er bovenop en echt even vooral faith hebben. Echt serieus met muziek bezig vanaf 1995. Daarvoor zong ik wel in kerkkoren. Tot ik echt een nummer had geschreven, Nolegi Me. En ik heb meegedaan aan zo'n festival. Ik heb gewonnen en toen heeft een producer in mij geïnvesteerd. Twee albums uitgebracht met Harto. En, dus toen was ik echt serieus met muziek bezig. Dus ga er tijdje mee. Ik ben Henna Lorraine Bendanon, dus mijn artiestennaam is mijn echte naam ook. Ik ben moeder van drie kinderen, ik heb een zoon, twee dochters. Kleinkinderen heb ik ook, waar ik ontzettend veel liefde van krijg en waar ik ontzettend veel van houd. En ze geven me energie en spirit. Mijn vader, mijn moeder, broers en zusters, gelukkig allemaal in leven. Zoveel tantes. Mijn familie wordt oud. Mijn oma is echt oud geworden. Dus ik heb ze om me heen en dat geeft je zoveel kracht en power. Die mensen supporten je, ze geloven in je, zeggen ze, en waar haal ik die energie vandaan? Ik zeg, jullie geven me energie. Weet je, als je energie uitstraalt, positieve energie, dan krijg je het terug. En daar geloof ik stevast in. Ik sta heel positief in het leven. Ik ben HR professional. Ik hou van de psychologie in de mens. Ik hou van mensen begeleiden, coachen, mentoren. En om dit vak te doen moet je van mensen houden. Dus dan, en ik ben geboren op Valentijnsdag. Ik weet niet of het toeval is. Maar ik ben ook nog een Valentijns persoon. 14 februari. Dus I'm surrounded with love. En dan, waarom zou je dat opgeven? Ik sport. Ik loop ook op de brug iedere zondag. Om in de ochtend om de zon op te zien gaan.
ik sport, ik zwem, ik wandel graag, ik loop door de stad, ik ga uit, ik hou van uit eten gaan, ik hou van een wijntje, ik hou van lekker fine dining, ik hou van zoetigheid, ik bak via doe. Feben heeft al geproefd, toch? Oké, ik hou van bakken, ik hou van koken. En ik hou van het leven, dus je kan me eigenlijk overal tegenkomen. It's the voice of peace. It's the voice of every man. Ik heb mijn groove back. Ik wil iets met kerst doen, ik wil iets met Valentine doen. Dus ik wil echt nummers weer gaan maken. Gaan schrijven. Mooie koffers weer, want het is, koffers zijn er, mooie platen zijn er. Die vergeten zijn. En het is fijn als nieuwe artiesten weer een nieuw jasje zetten om toch weer te laten horen van hé, die songs zijn geschreven en ze hebben toen wat gedaan met mensen. Ze kunnen weer wat doen met mensen, bijvoorbeeld dit nummer. Maar ik hoop dat ik genoeg nummers bij elkaar kan schrijven of zingen om tot een compleet album te komen. Nou, ik ben fan van jullie station, van Lime. Ik vind het een leuke station. Weet ik wat ik zo leuk vind aan Lime TV? Dat jullie die programmering zetten. Vandaag bij Lime TV. Daar zie je het staan, 's ochtends, 's middags, 's avonds. Dan ben je geprogrammeerd wat er komt. Ik vind het echt heel leuk. En, dus ik kijk graag naar jullie zenden. Jullie hebben mooie programma's. Ik vind het leuk om in Suriname te zijn. Ik vind het leuk dat Promarman er is om artiesten te promoten. Zowel jong en oud. En iedereen een kans geeft. Hij moest mijn song screenen. Ik ben geschrokken. Maar het is goed van hem. Want hij zei, ik moet erachter staan om iets te promoten. Dus ik ben dankbaar dat hij me tot zijn crew heeft genomen. En dit met mij samen doet. Ik ben dankbaar voor de mensen om me heen. Ik heb een videoclip opgenomen. Die gaat ook live. Het is een mooie videoclip. Ook met jonge mensen heb ik het gedaan. Een jonge cameraman. Waar ik ook geloof in heb. Die ook geloof in mij had. En ik ben er super trots op en in deze samenleving mee te doen en een bijdrage aan de Surinaamse samenleving.